welkom in deze nieuwe video van Bosrekken. Het is nog donker. Maar ik moet straks naar dat thuis om iets gaan halen. Ik pieper er helemaal van, zie je. Is stress. Dat is altijd zo. Als ik iets moet doen of iets moet gaan vragen of zo, dan heb ik altijd superveel stress. Dus is niet plezant. Maar goed, ja, het is nu zo. Ik moet erdoor. Dus vannacht ook niet heel veel geslapen. Eigenlijk om te zeggen, gewoon niet geslapen. Dus ja. Tof is natuurlijk anders. Maar ja. Dat is niet zo leuk. Maar we doen ons best. Eigenlijk. Ja. Ik kan me niet zeggen natuurlijk. Hè. Omdat ik zelf met de camera vasthouden vind ik verschrikkelijk. Dus niet zo leuk. Maar het is wel te feit. Dus ja. Zo gaan we pieperen. Dus, maar ja, dat zal ook wel stress zijn voor maandag, denk ik. Zeker op een nieuwe post, als je dan moet gaan werken. Maar dat is toch altijd wel wat stress dat erbij komt kijken. Dus, dat het wel normaal is. Dus, ja. Dit kun je er niet over zeggen. Dan zullen we zien of de groene pak al leeg is. Dan kan ik hem binnenzetten namelijk. Dus, oh, dat is koud. Is iemand, ik zit even met een t-shirt, hè. Om die groene pak binnen te zetten. Dus, waarom is het nu weer zo ver? Weer zo ver zetten. Zo. Is het leeg? Zo goed als. Om te zeggen volledig niet leeg, maar goed. De brievenbus. Ik ga naar binnen. Het is te koud. Veel te koud. Zo. Zo een hele keer meneer. Meneer, alles in de pak. Dat is echt, hij stopt met zijn fiets. Wat grappig eigenlijk. Dat is heel grappig om te zien. Zodat jullie wel weten, heb ik zo een kalender gekocht. Voor af te tellen. Het is nu een Pumba kalender gewoon, omdat het is geen chocolade zal zijn eigenlijk, en daarmee heb ik die gekocht, maar we moeten natuurlijk nog vakjes openmaken, dus maar eerst vakje 1 openmaken, dat heeft Enzo voor ik al open mogen maken. Dat is eigenlijk een verhaaltje wat erin zit. Ik moet het goed zien, zuiver. Een Pumba verhaal is dit namelijk, en ja, dat is wel leuk eigenlijk. Dus ja, kan je nu doen. Hij doet mij wel zuiver maken. Dus nu gaan we vakje 2 openmaken. Je kunt deze kalender ook, ja, het is geen promotie of zo. Gewoon. Dit is een spelletjesboek blijkbaar. Dus daar is er nog iets te klein voor om wat te maken. Maar je kunt het dus altijd ja, gebruiken eigenlijk. Dat is een spelletjesboek. Zie je? Leuk. En en dan, echt, hier staat nog 10 keer slapen. Wacht, dan moeten we die dan van nog 12 keer slapen. Af dat kan. En dan moeten we dan van de, dan moeten we dan 4 met 3 met 22 doen. Zo naar 1 of wat. Ik denk dat we dat moeten doen. Want hier staat nog 1 keer slapen. Dus, nog 1 keer slapen klopt niet, hè. En we gaan gewoon verder bij nummer 3. Kleurboek. Is dit. De kleurboek. Van Pumba. En dat is wel leuk eigenlijk. Dat zijn zo van, ja. Pumbaloo. Staat erin. Die kleuren eigenlijk. Dat was wel leuk. Het is eigenlijk als je... Dat vind ik echt wel leuk. Ook omdat Pumba verhaal kost toch wel 9 euro. En als je zo eentje koopt, dat was ook 9 euro en zoveel. Dus wel leuk. Maar is dat 12 en zo, dus moet je eens opzoeken hoe je dat moet doen. Je kunt hem ook ophangen trouwens. Nogmaals, niet gesponsord, gewoon gewoon gekocht in de winkel. Dat heb je nu kunnen zien, want die vlog laat ik komen. Ik ga eens kijken voor dat pakketje dat we gekregen hebben. Even, ik ga het even erbij pakken. Oh.
Dus gisteren ging ik naar de fun. Niet naar de cinema, want de cinema is gesloten. Dat kan niet. En toen kreeg ik deze zak. En ja, dus kijk wat erin zit. Er zit een bob in. Een bob. Dus voor ballon te maken of zo. Ja, ik weet ook niet hoe dat het eigenlijk precies is. Maar de rest zit er dus in. En wat zit er nog in? Speculaas van Sinterklaas. En chocolade. En ik ben er niks wat voor en van dienen, maar goed. Dit zit erin. En dit. No lolly. Zit erin. Dus ja. Je kan je dus niet gewoon zeker testen. Ja, dat is natuurlijk normaal. Dat zou normaal gezien. Dus je kunt die bal opblazen. En dan zou je daar gemakkelijker een tuikje kunnen door doen, staat hier. Dus laten we dat eens testen. Hè. Wat dat inderdaad werkt. Even uitpakken. Nu staan hier een beetje ogen. Dit zit erin. Dit zijn de ballonnetjes. Ik wil het voorstellen. Maar het open krijgen is wat te pakken. Plak erop. Ja. Dit zijn de lintjes. Die erin zitten. Ik zie ook heel vaak in de winkel liggen. Dus dacht, het is het moment om de lintjes om te gebruiken. En de ballonnen. Ik heb er maar één gebruikt, want ik kan ze niet allemaal opblazen, want zo sterk ben ik ook weer niet opblazen. Nu verstaan ik waarom ze een olie gegeven hebben. Ja. Door dat ding open te maken. Goed, we zullen eens kijken welke ballon er is. Is het een groene? We pakken groen. Dat is neutraal. Ah ja, je moet dat hier insteken. Ja, wacht, wat stond hier nou in de mond? Je moet die ballon erin steken. Het is belangrijk dat we het goed doen, hè, want anders dan gaat het niet goed komen. Hè. Dus je popt die ballon erin. Voorstel ik. Zo. Kan die ook open. Ik ben dan weer zo iemand dat dat moet weten. Hè. Voilà. Eén. Strak. Normaal gezien zou dat goed moeten zijn. Dus we gaan het proberen. Hè. Ja, sorry voor de brandweer. Zo, dan heb je dat touw. En dan zou je dat er normaal gezien gemakkelijker moeten kunnen. Maar ik ben niet benieuwd. Als het goed marcheert, dan weet je wat je kunt kopen. Hè. Vooral, ja, ik ga niks aanraden wat het beste is. Koop wat je wil. Het is gewoon om te testen. Dat het in mijn zak gaat, want anders zou ik het ook niet gekocht hebben. Zo is. Helemaal geslaagd. Komt hier lucht meer door. Ik kunt er weer spelen. Zo. Geslaagd. In de opgave. Ik ga even richting mijn broer. Ik ga daar zijn kaartje afgeven. Dat is een beetje wat ik ga doen nu eigenlijk. En voor de rest eigenlijk niet zo heel veel. Ik zal thuis voor morgen. Dus ja, we zien het allemaal wel. Dus en Muffy zit daar. Trouwens, die ballon die we gedaan hebben, deze ballon, heeft het niet overleefd. Dus het systeem werkt toch niet 100%. Dus dat is al zeker en vast. Ik heb ook op TikTok, moet je eens kijken, ik zit bij het team, positief, dus ik doe soms ook de lives. Want die positief en dat is echt wel heel leuk om te doen eigenlijk. Dus het is eigenlijk dat ik eigenlijk heel veel mensen heb leren kennen eigenlijk. Nieuwe mensen. In het begin, toen ik voor de eerste keer op TikTok zat, had ik zoiets van
wat doe ik hierop? Maar nu begin ik meer en meer mensen te leren kennen en ik vind het echt tof. En er zijn ook mensen bij die ik echt wel de dingen van Willis zou willen ontmoeten eigenlijk. Zoals bijvoorbeeld Anneke, Gieten, Elga, Mitzi, Stijn, nog zo andere mensen. Dus ja, als je er een paar kent die ik opgenoemd heb, zet even in de comments. En ons Lemia, als ik het goed uitspreek, ook natuurlijk. Ja, dat is ook team positief. Dus we weten als de corona ooit gedaan is, dat we misschien samen kunnen komen. Maar ik ga nu me klaarmaken om te vertrekken. Dat stond op mijn kop. Het is hier wel een beetje donker. Dit licht doet het niet. En dat is niet zo fijn. Ik ben er net even live geweest dat, om Gieten te promoten. Dus dat heb ik even gedaan. Er hangt iets aan mijn been. Dat is niet zo leuk. Dus daarom. Dus ik ga het toch ergens aftrekken. Hè. Daarom maar. Alleen al. Dus mijn eten is bijna klaar. Dus ik ga ervan genieten. Als mensen tips hebben over mijn haar, laat het even weten onder de comments. Dus, en doe zeker mee met de video voor zoveel mogelijk vragen. Want hoe meer vragen er zijn, hoe rapper dat de video natuurlijk ook online komt. Dat is de bedoeling natuurlijk ook wel. Ik wil zeggen ook, volg me zeker op TikTok. Kom ik heel vaak live. Daar kom ik zelfs bijna elke dag live om te praten over alle problemen. Dus ik zit ook bij Team Positief. Dat heb ik net ook al een beetje verteld, Team Positief, wat dat eigenlijk is. Ja. Ik verwacht jullie er allemaal eens een keertje. Dus ik ga ook binnenkort de collecties laten zien. Want veel mensen hadden ook gevraagd voor de collectie te laten zien. Wat ik zo allemaal aan heb. Dat ga ik binnenkort zeker en vast doen. Ik ga binnenkort ook wel eens een verhaal vertellen over mama. Haar albums. Dus we hebben vorige keer, nu kun je ook nog altijd de aflevering zien van Superfans. Om dan eigenlijk die aflevering, daar even mama haar albums laten zien. En ik wil eigenlijk die albums niet opnieuw laten zien. Hoe dat hij er nu uitziet. Maar ik ga wel zij kijken. Want er zijn ook natuurlijk foto's zijn die niet voor de vlog bedoeld zijn. Dus die ga ik ook allemaal eerst bekijken. En binnenkort komt er ook nog een wind toepje op. Dat hebben ze mij aangeraden om erop te zetten. Dus dat ga ik binnenkort ook kopen. Dus ja, ik heb nog veel te doen daarvoor. Maar hoop ik dat je dit een leuke video. Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En misschien is het morgen een betere vlog. Je weet maar nooit, hè.